De man die vastzit voor de dood van Farida Zargar uit Spijkenisse wordt van nog een andere moord verdacht en een mishandeling. Dat bleek vanmiddag bij een proforma-zitting op de Rotterdamse rechtbank. De 34-jarige Patrick S. zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Nanda Kerklaan uit Spijkenisse en ernstige mishandeling van een man uit Polen. Patrick S. werd in oktober vorig jaar opgepakt na een beroving. In zijn huis werden de tas en het paspoort van Farida gevonden. De verdachte wees 3 weken na zijn aanhouding de plek aan waar hij het lichaam van Farida had begraven. Het was bij het Mallebos bij Spijkenisse. De aanklacht tegen Patrick S. was tot nog toe ontvoering met dood door schuld en of diefstal met dood tot gevolg. Die aanklacht is nu dus verzwaard en er zijn meerdere zaken toegevoegd. Bij de rechtbank in Rotterdam is verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, zijn er nieuwe feiten bekend geworden over de dood van Farida? Nu is bekend geworden dat het om moord gaat. Deze verdachte wordt ervan verdacht Farida omstreeks 5 augustus vermoord te hebben door haar te wurgen en met diverse steken in de borst en in de hals gestoken te hebben. Daarna wordt hij verdacht van het wegmaken van het lichaam in de periode van 5 augustus tot 30 augustus. Het lichaam is begraven in het Mallebos. En in diezelfde periode heeft hij ook haar voet eraf gezaagd en heeft hij een stukje uit haar bil gesneden. Dat is wat tot nu toe bekend is. De zaak is nog niet echt inhoudelijk begonnen. Er zijn nu extra zaken toegevoegd. Wat kun je daarover zeggen? Die 2 zaken waar al van gezegd werd dat die toegevoegd zouden worden, zijn ook echt toegevoegd. Hè? De zaak van die Poolse man die zwaar gewond is geraakt naar die straatroof en van Nanda Kerklaan. Nu wordt hij ook verdacht van meerdere straatroven in en rond de Venenstraat en van het in het bezit hebben van kinderpornomateriaal. En wat gaat er nu verder gebeuren, Jan-Roelof? De zaak van Farida lijkt qua onderzoek nu bijna afgerond te zijn. Er wachten nog wat gegevens, daar wachten ze op van het NFI. De andere zaken, ja, daar moet het dossier nog helemaal van opgebouwd worden. Dat gaat nog wel eventjes duren. De verdachte zelf moet nog naar het Pieter Baan Centrum. Daar is nog een wachttijd. Dat zou op zijn vroegst in mei kunnen gaan gebeuren. Dus ja, voorlopig is het nog echt werk aan het afmaken van de onderzoeken en aan het Pieter Baan onderzoek. Dankjewel, Jan-Roelof Visser. Niemand raakte gewond, maar de ravage is groot. Met een enorme klap viel vanmorgen een hei-installatie van 40 meter omver, dwars over de trambaan en een fietspad. En dat gebeurde aan de Brederoweg tussen Schiedam en Vlaardingen, de plek waar wordt gewerkt aan de verlengde A4. Midden in de ochtendspits, lang uit over het fietspad en de trambaan, daar ligt hij. Aan de Brederoweg tussen Schiedam-Groenert en Vlaardingen-Holi. Rondom de plaats waar de A4 wordt doorgetrokken zien verschillende omwonenden hoe het gevaar te omvalt. Ja, dat was eigenlijk een beetje een flinke klap toen hij op de grond kwam natuurlijk. Hè. Dus dat gaat geleidelijk aan zo. Een soort donderend geluid wat ik niet kon plaatsen. Door het stofzuigen heen hoorde ik het. De tram bij winkelcentrum De Loper in Vlaardingen ligt eruit. De stroom is van de bovenleiding. Marktbezoekers moeten improviseren. Ja, ik ga wel verder. Ik ga met de bus nu naar station Vlaardingen-Oost. En dan stap ik op de trein naar Schiedam. Omwonenden staan versteld dat hier geen slachtoffers zijn gevallen. Nou, als eerste dachten wij van, als er maar geen kinderen onder liggen. Een grote klap hoorden we. En daarna hoorden we ontzettend veel sirenes. We zagen gelijk al kinderen die probeerden er overheen te klimmen met de fiets, maar dat lukte natuurlijk niet. Maar ja, de tram moet door, dus met de snijbranden wordt een deel van de ravage te lijf gegaan. Nog voor vragen over de exacte oorzaak en de omvang van de schade zijn beantwoord. Nou ja, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen, dat weet ik echt niet. Dus daar gaan de deskundigen zich over buigen en ik denk dat die er wel uitkomen. Maar ja, haast en nog eens aan. En het zijn de centjes die het dan doen, hè. Dus ze moeten binnen dat budget blijven. Heb je dit wel eens vaker zo gezien? Nee, ik heb dit nog niet zo gezien. Niet op die manier, gelukkig niet. En het opruimen van de resten van de heimachine gaat nog tot na de avondspits duren. Alles doet pijn, je voeten voelen of die niet van jezelf zijn, je tenen doen pijn. Dadelijk als je onder de douche staat wordt dat gewoon blauw en je armen doen zeer, het prikt allemaal. En toch gaat ze de uitdaging aan. De glazenwasser, de kapper en de loodgieter. Misschien staan we er niet zo bij stil, maar ze vallen allemaal onder de groep ambachtslieden. Jammer genoeg zijn er niet veel kinderen die hier warm voor lopen. Om een tekort aan vakmensen in de toekomst te voorkomen, werd vandaag de Ambachtendag georganiseerd. Tijdens de bliksemstage staat één ding centraal. Aan de slag.
Zowel bij kapperbedrijf Kinky. Het randje helemaal rondom. Ook aan de andere kant. Als bij architectenbureau Kool. Dus als je hier op zijn kantlijn zet, kun je hem zo tegen elkaar aandrukken. Het is de week van de ambacht en wij zijn door organisatie van Jink uitgenodigd om samen met jongeren het ambacht te laten zien. Dus we hebben een klas van 7 dames en die krijgen van ons een kleine introductie in het kappersvak. Na een rondleiding te hebben gegeven, hebben we ze aan het werk gezet. Ze zijn nu voor elkaar een favoriete droomhuis aan het ontwerpen. En ik heb het idee dat het heel goed gaat. De stages zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met een vak, met de hoop dat ze het later uit gaan voeren. En de bliksemstages lijken te werken. Wat wil jij later worden? Ik denk dat ik iets met kapper of met ontwerpen of zo. Kledingontwerpen. Hij is ontwerpen. Inrichten. En dat wilde je al of komt dat door vandaag? Ik denk door vandaag. De kinderen zijn enthousiast. En ook de stagebedrijven lijken blij met de stagiaires. Ja, ik kan gewoon morgen in de winkel beginnen. Dat is fantastisch dit. Klein stukje pakken. Perfect. Zo'n 300 gehuchten in Nederland staan sinds vanmiddag op een rode lijst van bedreigde plaatsen. Deze dorpen en gehuchten worden in hun voortbestaan bedreigd door oprukkende industrieterreinen en uitbreiding van grote steden. Zo is het gehucht Kruisweg in de gemeente Lansingerland een van de meest bedreigde plaatsen in Nederland. Het is flink zoeken, maar als je goed genoeg inzoomt, daar net een beetje boven Rotterdam, vlakbij Blijswijk, zie je een paar straten bij elkaar. Het is het gehucht Kruisweg. Het hele dorp is niet groter dan zo'n 60 huizen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het buurtschap binnenkort verdwijnen als de verstedelijking doorzet. De grootste bedreigingen zijn natuurlijk de infrastructuur, wat er allemaal omheen aangelegd wordt. Dus die snelweg en die parallelweg, industrieterrein wat er achtergelegd wordt, woonwijken die oprukken, de hoge snelheidslijn die er aan schampt. De wijdheid is gewoon raakt verloren en mensen trekken dus weg. Om de gehuchten dus niet verloren te laten gaan, hebben de makers van de website plaatsengids.nl een rode lijst met bedreigde plaatsen gemaakt. Wethouder Henk de Pape van de gemeente Lansingerland, waar Kruisweg onder valt, had de twijfelachtige eer om de lijst als eerste te mogen ontvangen. Bewoners van Kruisweg vinden het ook jammer dat zij de twijfelachtige eer hebben om bovenaan de lijst te staan. Ja, op zich word je er niet helemaal vrolijk van. We hebben hier altijd fantastisch landelijk gewoond. Het wordt wel steeds drukker allemaal. Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. Ik had het graag zo gehouden, maar ja. Toch zou het is niet anders. Wat zei je mevrouw? Toch zouden we dit plekje niet graag willen ruilen voor een andere plek, hoor. Nee, maar je niet. Zit hier altijd nog beter als in de stad, vind je niet? Het is mooi bekijkt, want het dorp kijkt op dit moment uit op een snelweg en loodsen. Want ik had eerst een mooi uitzicht achter. En nu kijk ik natuurlijk tegen die loodsen daar aan. Ja. Dat is natuurlijk wel jammer. Met de lijst hopen de initiatiefnemers dat de gemeenten beter zullen omspringen met hun buurtschappen. En dat de gehuchtjes dus niet ineens van de kaart zullen verdwijnen. Baantjes trekken in een buitenbad. Niet in hartje zomer, maar nu. Bianca de Bruin uit Dordrecht draait haar hand er niet voor om. Elke dag trekt ze trouw haar baantjes in zwembad De Hoogt in Papendrecht. Bianca wil op deze manier haar lichaam laten wennen aan koud water. En waar dat dan weer goed voor is, volgend jaar wil ze het kanaal overzwemmen. Van Engeland naar Frankrijk. Behoorlijk fris hoor. 13 graden om precies te zijn. En dat is zelfs voor Bianca koud. Ze is wel wat gewend, want ze zwom al 5 keer het IJsselmeer over. Maar zwemmen in koud water gaat niet zomaar. Dat is voorzichtig erin en steeds een stukje dieper. Nou, lekker is anders hoor, maar ik blijf nu eerst nog even met mijn hoofd boven. Mijn lichaam bent nu nog wel even. Als ik nou gelijk mijn gezicht erin doe, dan heb ik gelijk hoofdpijn. Dus ik moet even rustig opbouwen. Waar je nu goed met de kou op moet letten, zoals jullie zien, ik word al gewoon rood. En nu moet ik gewoon blijven voelen, wat doet mijn lichaam? Ga ik niet bibberen, krijg ik niet een andere kleur als rood, want zolang het rood is, betekent gewoon dat de bloedsomloop goed is. Doe ik dan niet pijn? Ja, het prikt. Dadelijk als ik zeg maar inderdaad ga douchen, hier zo 3 kwartier ingeregen te hebben, dan heb ik wat blauwe voetjes en zo. Het is allemaal nodig als voorbereiding voor de kanaaloversteek die Bianca volgend jaar wil maken. Een tocht waarmee ze geld gaat inzamelen voor haar zwemclub, de Devel uit Zwijndrecht.
Een tocht door water wat een stuk ruiger is dan dit zwembad. Met golven en scheepvaartverkeer. De golven, ja, daar moet je gewoon op trainen. Maar die ben ik al redelijk gewend. Omdat ik al aardig wat keer het IJsselmeer heb overgezwommen. Maar de boten. Daarom heb ik een begeleidende boot bij me. Die loodst me daar tussendoor. Die neemt bepaalde beslissingen. Dus daar hoef ik verder niet op te letten. En dan, na 3 kwartier trainen, is het welletjes. Alles doet pijn. Je voeten voelen of die niet van jezelf zijn. Je tenen doen pijn. Dadelijk als je onder de douche staat, wordt dat gewoon blauw. En je armen doen zeer. Het prikt allemaal. Hoofdpijn. Ja, lekker is anders. Maar als je daar weer warm bent, geeft het gewoon weer een goed gevoel. Nog ruim een jaar lang dagelijks baantjes trekken. En af en toe wedstrijden zwemmen. Dan moet Bianca volgend jaar klaar zijn voor de grote oversteek. Op de redactie Dennis van Eersel. Dennis, op 27 augustus staat de City Race weer in de agenda. En vandaag is de eerste grote naam bekendgemaakt. Dat is de naam van Nico Rosberg, een Formule 1-coureur die in zijn Mercedes-bolide een demonstratie gaat geven in Rotterdam. De 26-jarige Duitser was in 2006 ook al een keer hier aanwezig om dat te doen, maar... Ja, inmiddels is zijn faam toch wel toegenomen. Zeker nadat hij afgelopen weekend een Grand Prix op zijn naam heeft gebracht. Een mooi moment voor de bekendmaking van de komst van Rosberg kon de organisatie van de City Race zich niet wensen. Rosberg, die dus in 2006 al eens in een Williams een demonstratie gaf, is voorlopig de eerste grote naam. Herman Vanot is nog bezig met een tweede coureur, maar wil geen overhaaste beslissingen nemen. Het is natuurlijk een beetje toeval dat hij net vorige week zijn eerste Grand Prix heeft gewonnen. Maar ik heb hoge verwachtingen van hem en ik denk dat hij nog veel gaat laten zien de komende tijd. En nou, zijn we hartstikke trots op en ik wil eerst even van dit moment genieten dat we met Nico Rosberg een echte topper nu hebben binnengehaald. Want dat was vorig jaar natuurlijk, hadden we 2 topteams, alleen zij kwamen met een testcoureur. En nu hebben we al 1 topteam en gelijk met een topcoureur erbij. Door het afhaken van hoofdsponsor Bavaria moet de organisatie van de City Race nog altijd op zoek naar een nieuwe geldschieter. Maar toch zal de kwaliteit van het evenement grotendeels gehandhaafd blijven. Ja, het is vervelend. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, het was ook wel tijd om eens een keer helemaal opnieuw te beginnen met wat bijna over evenement. We hebben 7 jaar lang hebben we het gedaan. En we doen het op onze manier. Ik denk dat er zeer veel waardering is. Van het publiek hebben we afgelopen jaar een 8,2 gekregen. Maar het is wel een goed moment om te zeggen van, nou, wat kun je anders doen, wat kun je beter doen. En daar zijn we druk mee bezig. En wij zijn de grootste platform in Nederland om met autosport-minded personen in 1 keer te bedienen en te vertellen, een boodschap over te brengen. Nou, en het duurzame aspect daarin, dat vinden wij ook heel belangrijk. En we zeggen, we nodigen iedereen uit om daar gebruik van te maken. 26 augustus is het weer zover met rokende motoren en verbrand rubber door Rotterdam. Het parcours zal hetzelfde blijven, dus met start en finish op de Willemsbrug en een draai rond het Hofplein. Dat is nog even toekomstmuziek. Gaan we het hebben over voetbal. Dennis, er is duidelijkheid over de toekomst van Feyenoorder Cabral. Ja, hij moest laten weten deze week of hij akkoord zou gaan met het contractvoorstel dat Feyenoord hem heeft gedaan. Cabral heeft nog een doorlopend contract, ook voor volgend seizoen in de Kuip. En vindt het eigenlijk nog iets te vroeg om al duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Nou, Feyenoord heeft daarom vandaag aan Cabral laten weten de aanbieding aan hem in te zullen trekken. Dankjewel voor je toelichting, Dennis van Eersel. Het Dordtse erfgoedcentrum Diep heeft een grote hoeveelheid documenten van Kees Budding aan de archieven kunnen toevoegen. Van een particulier werd een verhuisdoos vol archiefspullen, manuscripten en typoscripten gekocht. Het gaat om materiaal dat was achtergebleven in het huis aan de Bankastraat, waar Budding jarenlang woonde. Dordt, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben er geboren en woon er nu op een paar onderbrekingen na. Als een 50 jaar, dan weet je feitelijk niet beter. Door de deur heen moet dan de kamer geweest zijn die Budding ook als werkkamer heeft gehad, heel in het begin. Zolderkamer, schuine kap natuurlijk. En dan krijg je van die afgetimmerde delen waar weer een kast in verwerkt is. En daar moet dan die doos gestaan hebben. Alle dozen met archiefmateriaal van de Dordtse schrijver en dichter Kees Budding zijn al jaren geleden vanuit zijn huis aan de Bankastraat overgebracht naar het Letterkundig Museum in Den Haag. Toch is toen 1 doos over het hoofd gezien. Ja, die doos werd ontdekt door de nieuwe bewoner.
die ook wel wist dat hij in het huis kwam te wonen dat ooit van Budding was geweest. En toen hij zaken ging opruimen die daar op die zolder stonden, ja, toen vond hij die doos en zag hij al direct natuurlijk overal de naam Kees Budding. Dus hij wist dat hij wel iets heel bijzonders in handen had. Wim Huizer werkt aan een biografie over Budding. Hij werd gebeld door de vinder van de spullen en schakelde meteen Erfgoedcentrum diep in. Mijn oog viel direct op dit ding. Ik denk, wat doet dat nou tussen allerlei manuscripten? Dit is een pijperaars-etuietje van Kees Budding. En je ziet dat er allerlei hiërogliefen op staan, onleesbare teksten. En voor menigeen zou dat misschien iets zijn om weg te gooien. Maar voor mij is dat als biograaf van bijzondere waarde. Want ik ontdek gelijk allerlei plannen en ideeën die hij had. Die noteerde hij even in de trein of zo, of als hij ergens zat te wachten. Even snel op zijn pijperaars-etuietje en dan ging hij zijn binnenzak. En... Nou, heel handig attribuut voor een schrijver, moet je eigenlijk altijd bij je hebben. Hoe leuk is het nou als Budding liefhebber en biograaf om weer nieuwe spullen in handen te krijgen? Ja, dat is een avontuur. Dat klinkt misschien als een cliché, maar iedere keer als je zo'n lade begint en je haalt het eerste velletje eruit, dan ben je daar op een hele prettige manier gespannen over. En hoop je iets te ontdekken wat je echt niet wist. En dat heb ik ook gevonden. Dit is ook een bijzonder stuk. 1931, toen was Kees Budding 13 jaar. Dit is een heel compleet verhaal dat hij toen schreef. Bijna als een compleet boekje, als een detective, de avonturen van Perry en Co. Een brutale oplichting door C. Budding 1931. Hoofdstuk 1. Hoor eens Perry, zei Hurley tegen zijn compagnon. We moeten nodig geld hebben. Ik weet niet hoeveel jij nog hebt, maar mijn hele bezit is 20 frank 37 centiem. Hurley was een magere man van middelbare grootte. Hij had ravenzwart haar en een klein zwart kneveltje. Een kneveltje, wie weet nog wat dat is. Dus het lijkt wel alsof hij het zo bedoeld heeft door het in die doos te stoppen, dat het een soort representatief beeld geeft over zijn veelzijdigheid als Nederlands schrijver. Want dat wordt met deze vondst toch heel erg duidelijk. In november heeft het Dordrechts Museum een speciale Budding tentoonstelling. Daar is dan ook een aantal van de nieuwe stukken te zien. En straks na het uitgebreide weerbericht staat het programma Virus helemaal in het teken van minimal music. Virus goes zen. We hebben kussentjes, we hebben wierook, we hebben kaarsjes. We gaan helemaal relaxed zijn. Zometeen in Virus. Tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.